Het was allemaal wat te zwaar aangezet, vonden we. Iets anders dat zwaar wordt aangezet vandaag is Salto. 15 jaar, jong of oud, de lokale omroep Amsterdam. Bestaat al 15 jaar. Begon als radio, de laatste jaren met tv. En we gaan nu een stukje laten zien van dakloze tv. Toch wel heel typerend voor Salto, de stem van de mensen in de straat. Dat moet lokale televisie zijn. En daar heeft Salto een belangrijke rol bij vervuld. Blijf kijken. We staan hier op de Dam van Amsterdam en daar zijn natuurlijk duiven. Al hebt de gemeente dat liever niet. En wat is het nou? Bij Stichting Voila, een organisatie van en voor daklozen, is een project het duivenvoer op de Dam. Nou, deze jongens die staan hier al 2 jaar. De politie zegt het is goed ter bestrijding van illegale verkoop. En de criminaliteit is bewezen, gaat ook naar beneden toe. Maar wat is het nou? De gemeente heeft een smoes verzonnen om dit geheel tegen te gaan en te stoppen, want duiven hebben ziektes. En duiven schijten de boel onder en daarom moet het duivenvoer stoppen op de Dam. Het gekke is echter dat als je het duivenvoer stopt op de Dam, nou dan zie ik die duiven, die hier natuurlijk al 750 jaar zijn, die zie ik dan echt niet verdwijnen. Dus waarschijnlijk heeft de gemeente, al willen ze dat niet zeggen, heeft de gemeente een verborgen agenda. Zondagmorgen dus is het duiventeam voor het laatst op de Dam. En dan wordt het duivenvoer gratis weggegeven uit de protest. En natuurlijk wordt er bij Voila ook nagedacht over iets nieuws. Want we kunnen wel bij de pakken neer gaan zitten, maar het is natuurlijk niks. En daarom hebben we bij Voila een nieuw project verzonnen. En dat is het uitzendbureau voor kleine klusjes, oftewel PUK. De jongens die nu dus bij het duivenvoer werken, die... Nou, zo kun je de duif ook weghalen door ze gewoon neer te schieten. Het nieuwe project PUK, wat in de plaats komt voor het duivenvoerverkoop op de Dam, is dus een project waar mensen of daklozen kleine klusjes kunnen doen in ruil voor een vergoeding. We komen hier later op terug. Uitgaan dat dakloze tv. Heel typerend dus voor Salto. Beetje afgegleden de laatste tijd naar Rally-zender, maar ook dat moet kunnen. Want het Salto-bestuur wil nooit enig invloed op de inhoud hebben. Anders dan Kleurnet dus. Een van de redenen waarom Kleurnet is ontstaan is omdat Salto dus eigenlijk niks deed aan structuur en een beetje lijn brengen in de zaak. Maar iemand die vandaag toch even in het zonnetje moet komen te staan is Leo Jacobs, de oer-Saltoer. De man die niet alleen vanaf het begin, maar ook in de loop der jaren steeds zeer actief betrokken is geweest. De laatste jaren bijvoorbeeld in de Hoeksteen, als co-presentator en als iemand die iedere week toch wel wat te zeggen had over de lokale politiek en de lokale mediaontwikkelingen. Leo Jacobs, een man die we niet mogen vergeten in het kader van Salto. Als er in Amsterdam een lokale mediacultuur is, dan is dat mede te danken aan Leo Jacobs, die als leraar aan de Filmacademie, maar vooral ook als zeer actieve lokale politicus, change agent, duidelijk heeft geholpen om ook Salto van de grond te tillen. Hulde.